Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Roberta en deze keer gaan we kijken naar druk. Druk is een term die heel vaak voorkomt binnen de natuurkunde en sowieso in het dagelijks leven ook. En het heeft allemaal te maken met twee dingen. Namelijk, het heeft te maken met kracht en het heeft te maken met oppervlak. Want je kunt je eigenlijk wel voorstellen van als ik nu ergens een kracht op uitoefen. Bijvoorbeeld stel, ik ga ergens op staan, hup, hier ben ik, en ik ga op een plateautje staan. En dat plateautje, dat staat met een heel scherpe punt, dus sta ik op een grote punaise, in iets anders. Dan zal al mijn zwaartekracht, die gigantische zwaartekracht van mijn lichaam, die zal volledig op dit kleine puntje geconcentreerd worden. Maar tegelijkertijd kan ik ook denken van nou, stel ik ga nu eens niet rechtop staan op een tafel met een heel scherpe punt. Maar ik ga gewoon lekker achterover liggen. Hup. En terwijl ik achterover lig, lig ik op mijnzelfde oppervlakje. En dan zal al mijn zwaartekracht ineens worden verdeeld over alle plaatsen waar ik nu de grond raak. Nou, dat betekent dat per stukje grond, dat de grond veel minder hard hoeft te duwen. Even kijken hoor. Ja, nu is alles weer goed in beeld. Dat per stukje grond alles veel minder hard hoeft te duwen. En dat is eigenlijk waar we naar gaan kijken. Want stel je voor, ik sta in het ene geval, sta ik met, nou even kijken, zwaartekracht, mijn lichaam, laten we zeggen 900 newton. Sta ik op een oppervlak van 1 vierkante centimeter. En in dit geval lig ik. En dan lig ik op een oppervlak van. Dat kan toch al snel, wat zal het zijn? 40 centimeter, 1 meter. 500 vierkante centimeter gaat me wel lukken. 400 vierkante centimeter even als beginnetje. Nou. Hoe groot is nu de druk? Daar hebben we eigenlijk de volgende geweldige formule voor. Druk is kracht gedeeld door oppervlak. En de kracht die moeten we daar natuurlijk wel in newton zetten. En het oppervlak moet daar in, niet vierkante centimeter, het oppervlak moet daar in vierkante meters terechtkomen. En dan komen we dus in dit geval uit. 1 vierkante centimeter is 1 maal 10 tot de min 6e vierkante meter. 400 vierkante centimeter is, nou, ik schrijf het even onhandig op. 400 maal 10 tot de min 6e vierkante meter. Hup, nu is alles weer in beeld. En ik switch hem even naar een rekenmachientje, zodat ik hem echt mooi kan doen. Oeh, rekenmachine. Kijk maar zien. Mooi. Namelijk de druk. In het geval dat ik met al mijn gewicht op een heel klein puntje ga staan. Is dan. P is F gedeeld door A. Laten we ook maar gelijk de officiële letters gebruiken. Oftewel 900 gedeeld door 1 maal 10 tot de min 6e. Dus ik heb hier een druk van 900 gedeeld door 1 maal 10 tot de macht min 6. Haakjes gesluiten. Ja, leuk. Veel te veel nulletjes vandaag, hè? 900 miljoen. Newton per vierkante meter. Kan ook worden omgezet in, nou ja, 9 maal 10 tot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 maal 10 tot de 8e newton per vierkante meter. In het andere geval, 900 newton op 400 vierkante centimeter. Gaan we het ook even berekenen. 900 gedeeld door 400 maal 10 tot de min 6e
is. Dus P is wederom F gedeeld door A is 900 gedeeld door 400 maal 10 tot de min 6e. Heel lelijke notatie, ik weet het. Is dus 2,25 maal 10 tot de 6e. Newton per vierkante meter. En dit is de hele truc. Met druk, je kijkt gewoon hoe groot is het oppervlak, hoe groot is de kracht. Die twee deel je door elkaar en je weet meteen hoeveel er is. Ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg hebt gehad. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.